Hallo, daar zijn we weer met een nieuwe video. En we vonden het wel weer eens tijd voor een kringlooprondje. Ja, de kringloop goudgoed aan de Protonstraat in Groningen. Ik was daar laatst en ik zag allemaal leuke dingen. Ik zei, we moeten er echt even weer heen. Jij zei dus heel veel kleding. Heel veel kleding. Dus ja, we gaan daar aan naartoe. We gaan eens kijken wat we allemaal weer voor pareltjes kunnen vinden. Ja. Nou, ja. Even een glamorous entree hier. De andere kant op, denk ik. Ja, man. Goeie entree zo. Goeie entree aan deze kant. Ja, ik ben helemaal... Kijk, oh. Ja... Die is echt leuk, hè? Ja, Hanna. Ja. Wat een mooie, hè? Het is wel echt... Waar is die van? Waar zou die van zijn? Ik denk... Hè? Nee, ook een hoeket. Het is echt voor een meisje. Ja. Eigenlijk zou ik deze wel willen voor Livia. Wat vind jij? Zou ze dit leuk vinden? Nou, ja, te groot, hoor. Ja, hè? Ja. Dit is wel een schattig topje van Vera Mode. 4,25. En jij hebt daar ook nog iets, hè? Ja, een ruisje weer. Ah. Topshop. Oh ja, leuk. Nou. Volgens mij is dit dus een gewone mouw en dan hier open. En dit een korte, zeg maar. Mm-hmm. Dat kan wat grappig wat zijn. Wat leuk. Nou, misschien moet je hem gewoon even aan. Wel echt zomers ook natuurlijk. En dat die dan daar nog wel niet hangt. 4,75. Ja. Nou, wat een leukert. Leuk, hè? Heel erg leuk. Ja. Vind ik leuk, ja. Het zijn jaren een beetje... Ik had van die jurken vroeger. Met een beetje ethisch vibes. Ik vind wel wat voor roos, hoor. Iets voor jou. En geen beugel erin. Ja. Nou. Ja, wat dan? Hij is veel te klein, joh. Nee. Ach. Wat is dit? Dit is volgens mij gewoon een kinderdingetje. Zo? Ja, ik denk dat hij wel comfortabel is. Ik vind het leuk. Het was een grapje. Oh, echt? Ja. Oh. Ik vind hem ook wel heel hot, hoor. Nee, hij voelt niet echt... Nee, hij voelt niet comfortabel. Wat is dit? Het is een S'je. Oh, ja. Ja. Ik weet niet. Het is... Wat een leuk kleurtje. Jij bent heel toe geel, hè? Ja, I know. Ik zie nog een leuk kegeltafeltje voor jou. Ah ja. Wat grappig, hè? Een kunststof. Oh, yeah. Maar het is wel een beetje een beetje hot kleurtje eigenlijk, hoor. Ja, dat wil je. Beige. Alleen het materiaal is wel een beetje... Ja, het is niet genoeg hotel chic, hè? Nee, het is niet genoeg. Nee, maar het is wel grappig. Maar 7,50. Is leuk. Oh, kijk, nou, dit is toch ook weer sentiment, dit. Dommel. Hoe leuk. Ja, zo grappig. Af en toe dan kom je dus in de kringloop ook iets tegen wat je zelf ook hebt gehad. Ja, dus deze die... Ja, misschien is deze wel van mij. Ja. Dus het kan voor mij zijn geweest. Ah. Ja, het is een playsuitje. Oh, dat is het. Oh ja, nou, hij zou nu ook nog prima kunnen, hoor. Ja hoor, hij is ook wel leuk, hoor. Ja. Ja. Nou, hij is met leuk. Korting. 50% korting nu. Geen geld. Oh, dat hangt hier ook nog tussen. Hij was... Ja, toch wel een kantlover, hoor. Het is wel een beetje over de top, maar toch wel grappig. Ik denk dat hij wel te klein is, maat S. Maar ik kan het voor de grap wel even aanproberen. Nou, ik vind deze wel leuk. Misschien toch maar even proberen. Lekker zomers, stug doorgaan met de zomer. Nou, even een designer parel. Kijk, een Moschino spijkerbroek. Maar het is niet mijn maat. Dus het is even moeilijk om te laten zien. Ik kan mezelf ook niet echt zo heel veel voorstellen bij hoe het precies... Size 32. Korter gemaakt is of zo. Nou ja, wat een raar model. Beetje gek model lijkt het, hè? Ja, heel breed. Ja. Ja. Maar goed, het is een design. Het is een design. Ja, ja. Leuke stoeltjes. Kijk, die zouden bij jouw ronde tafel best leuk staan. Van die ethisch stoeltjes. Die moeten we aanzien, hoor. Ja, dit is nog wel een mooie zomerjurk, hoor. Oh. Dat is wel mooi. Wat een mooie kleur. Een grappige kleur, hè? Ja. Oh, 7 euro. 7 euro, ja. Okay. Maar ja, als die echt heel mooi staat, ja, dan heb je natuurlijk een... Maar de stof voelt wel een beetje simpel, hè? Kijk. Oh ja, dat. En ja, die heel erg zo zweterig. Nou ja, voor het idee kan je hem even aandoen misschien. Kom maar even voor jullie. Ja. Adel is weer terug, hè? Ja. Ik vind deze wel leuk. Oeh, ja, dit is wel een zware. Nou hé, lekker veel. Lekker 2 euro. Het is niet van plastic. Ja. Ja hoor. Wow, met goud ook nog, hè? Ja. Dit is heel het. Mooi. Wat een vondst. Hij is gewoon van glas. Of misschien wel echte parels. Ja. Echt een zoetwaterparel. Echt een zoetwaterparel. 2 euro.
Nou, als je heel erg van de merken bent. Kijk. Polo Sport. Een zalmroze polo. Niet duur. 6,25. Nou, nog een Lacoste sportpolo. Ja, we weten niet helemaal wat we ervan vinden. Het is een beetje erg dat zwart glimmende. Een beetje it's too much of zo. Nou, het is voor de feestdagen alvast, hè? Ja, jeetje. Nou, ik kan het wel voor de grap even passen. Ja, even wat mooie sieraden erbij en dan is het echt super chic. Ja. De stof ziet er ook mooi uit. Ja, het is van H&M. Dat is altijd wel goed, hè? Ja. Gaan we proberen. Leuk hoor. Double Trouble. Beetje zo'n wijde model. Ja, zie je, dat is ook leuk. Dan moet je dan eigenlijk samen met je vriendin aandoen, hè? Ja. Dat je er allebei... Ja, wij samen. Oh ja. Het zou echt bij ons passen, ja. Het zou wel bij ons passen. Heel erg leuk. Ja, ik vind hem wel leuk. Badpaktip hoor. Ja, hier. Marble. Wij zijn dol op marmer. Ja, we willen echt leuk. Marmeren tafel. Nou, ga je hem even aandoen voor de kijkers? Nee. Hij heeft ook nog volgevormde cups. Nou, precies. Dat kan makkelijk dan. Ja, het is wel ideaal, hè? Ja. Nee. Maar hij is wel leuk. Hij ziet eruit als nieuw. Ja, we hebben geen maat kunnen ontdekken, maar... Nee. Ik zeg voor je moeder. Dat vind ik meer. Oh, ja. Ik heb er weer eentje. Weet je nog die vrouw die altijd dat merk bracht naar de andere goudgoed? Oh. Ze komt ook hier. Oh, ja. En de maat 42. Dat is van haar geweest. Dat is van haar. Jeetje. Kijk, nou, zou ik hem gewoon even aanproberen straks? Ja hoor, ja, leuk. Doe het even, een echte Edgar. Ja. Ja hoor, de jurk. Ja, dat is leuk hè? Ja. Alleen ik vind dus wel, het stofje voelt echt niet zo lekker. Het is echt gewoon, kwalitatief valt het echt een beetje tegen. Maar goed, het is wel een leuk zomersjurkje. Je had ook goede laarzen erbij aan, wat komt dat even goed uit. Ja, dan kan je hem dus wel, als je een vestje overheen doet, kan je hem gewoon doordragen. Ja, precies. Die wollige vestjes en... Die kan je dan hier zo ook onder het centuurtje een beetje stoppen. En dan lijkt het gewoon net een rok met een... Of een jasje. Of dat witte jasje van mij bijvoorbeeld. Zou dat ook kunnen? Ja, zelf niet zo, maar... Ja, gewoon een soort vest of zo. Ik doe liever vestjes. Oké. Okay. Ja. Leuk. Leuk, hè? Mooi hoor. €7. Ja, het is een beetje trouwtopje, vind je niet? Als het ook een jurkje kunnen zijn. Nou, het kan heel chic zijn. Als je er echt een mooie, chique rok bij doet... Kun je er zo mee naar een bruiloft? Ja, als het zoiets door had gelopen, was het een jurkje geweest, had ik het echt een leuke trouwjurk gevonden. Ik hou wel van dit als trouwjurk. Ja, precies. Nou, ik vind hem eigenlijk heel erg leuk. Dus ik denk er even over na of ik hem ga nemen. En wat kost hij dan? €4,75. Nou, dat is ook wel oké. Het valt wel mee. Ja. Ja, nou. Ik ben niet zo van de naveltruitjes, maar op zich vind ik dit wel... Het is niet zo bloot natuurlijk, hè? Het is gewoon een grappig topje. Niet bijzonder, maar gewoon leuk. Meer voor in huis als je een film gaat kijken met popcorn. Ja, precies. En een leuke joggingbroek. Ja, zo. Die mintgroene bijvoorbeeld. Ja. Ja, precies. Het is een beetje voor de fun, hè? Ja, precies. Edgar Vos. Een echte Edgar Vos. Dat ik altijd al willen hebben. Ja. Oh, het komt er gewoon van. Maat 42, we gaan gewoon iets van haar overnemen. Van de Edgar Vos vrouw. Precies. Annemarie wordt nu ook een Edgar Vos vrouw. Het is een maat 42, maar met een riem erbij. En dit is niet een goede riem. Nee. Ik heb thuis nog een mooie brede met een gouden gest. Precies. Maak je het wel helemaal af. Ik dus, vind het helemaal leuk. Ja, dan ga ik toch liever voor deze dan voor die kanten. Ja, je moet investeren in design. Dit is wel we willen design. Toch een beetje een designer wardrobe. Ja, precies. Duur. Dit is toch mooi, een beetje ethisch vibe zo. Ja, dan kun je tot je 80ste aan deze. Ja, vind ik ook. Gewoon tijdloos. Tijdloos. Ja, we gaan tijdloos voor. Design. Nou. Ja, 6 euro, 8 euro. Dus dat vindt iets op. Ja, vintage Edgar. Nou. Ja, het is een Edgar. Edgar, ja, ik ga erover naar Edgar als je kijkt. Annemarie Porter gaat je dragen nu. Een nieuwe muze. Je bent helemaal into de giletjes vandaag. Ja, nou ik zei net tegen jou. Het is ook wel een beetje alsof je bij de V&D werkt. Met zo'n giletje, vind je niet? Ik vind wel, deze kleur staat je wel heel erg mooi. Ja. Maar verder inderdaad, het is ook wat lastiger te combineren. Ja,
nee, dan was die witte wel leuker. Dat denk ik ook. Witte heb je echt zo'n kleur en dan moet je weer net zin in hebben. Ja, dit is wel weer wat ingewikkelder hoor. Ja, nee, dan is die witte net waar het is. Tuurlijk. Nou. Ik zoek al zakken. Ik vind hem wel chic hoor. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik dacht dat hij misschien te klein... Deze schoenen zijn ook van hier trouwens. Die waren echt niet... Ja, ik vind ze eigenlijk niet zo mooi voor... Open. Ik vind ze leuk als een onder een broek. Ja. Ja. Maar goed, ik moet zeggen, hij zit wel echt goed hoor. Ja, hij zit zeker goed. Smal bij de taille. Hij zit als gegoten. Oh, ja. Nou. Ik zie misschien ook al een kerstdiner. Hij is echt voor het party season. Ja, voor kerst. Mooi tasje erbij en sieraden. Ja. Ja. Misschien nog vroeger aan. Hij is tijdloos. Ja, dat ook. Ik bedoel, dit kan altijd. Beetje leuk afstylen en dan... 7,50. Ja, oké. Nou ja, goed. Ja. Ja. Dit is al een tijdje een projectje, hè? Ja. Als we nog een bureaustoel hebben. Aha. Voor Max. Ja. Deze is... vast een keertje tegen. Van Ikea. We waren de hele tijd alleen maar groot tegen, maar dit is een mooi kindermodelletje. Ja. Te groot. Top. Perfect. 7,50. Die gaat mee. Gaat mee. Laten we het thuis nog wel even goed zien. We hebben weer allemaal leuke dingen gevonden. Zeker. Hij moet er nog wel. Daar zijn we dan. Nou, een echte echtpaar hoor. Eindelijk voor geschrift, hè? Ja. We hebben er zo vaak over gehad. We hebben het zo vaak gezien bij de goudgoed. Ja. Ja, klopt. Maar nu er één. Ik moet wel zeggen, die... tip van die riem, dat is wel echt wat het hem doet, hè? Ja. Zonder riem was hij echt niet zo tof. Het is maakt het echt weer van nu. Het is een beetje linnen. Ja. Misschien is het wel linnen. Het is linnen, denk ik. Het is natuurlijk ook een Edgar Vos, dus dan, dan mag je wel verwachten dat het geen polyester, hè? Nee, precies. Nee. Precies. En geïnvesteerd, hè, in designer piece. Hij was 7,50. Ja. En eigenlijk is het natuurlijk gewoon een koopje voor zo'n kwaliteit kledingstuk. Maar voor de kringloop is het even, even weer van, oh, oké, 7,50. Mm-hmm. Maar ik dacht, ik doe het wel, want... Ja, ik vind het ook wel leuk om iets te hebben van een designer. Meer bijzondere dingen. Ja, precies. Dus ik ben er heel blij mee. Ik vind hem chic en ik vind hem ook wel vrouwelijk. En, en deze riem had ik dus ook laatst laten zien, maar die heb ik ook uit de kringloop. Ja. Die was 1 euro, dus dat maakt het dan ook een topvondst. Helemaal af. Nou, ik heb ook iets leuks gevonden. Het is die parelketting. Ja, er zitten heel veel pareltjes aan. Hm. En het leuke eraan is dus ook wel dat hij voelt niet licht of plasticachtig of zo. Nee. Hij voelt wel echt mooi. Ik denk dat het wel heel leuk is. En niet bij deze jurk, maar gewoon... Mm-hmm. En dan, ik weet het niet, ik moet wel even kijken hoe ik het precies ga combineren. Misschien ook nog met een andere ketting of zo. Maar de parel is wel helemaal terug. Ja. Dus ik vond het wel leuk. En dan kan je dus ook goed vinden in de kringloop. 2 euro was het. 2 euro. Nou, koop je. Verder, ik hou ook altijd van sportkleding kopen in de kringloop. Wat kostte die 2 euro volgens mij. Oh, hij was in de sale. Ja, 1 euro dan, denk ik. Ja. Ik zal nog even vertellen, die bureaustoel heb ik dus meegenomen. Oh, ja. Ja. Ik zocht natuurlijk al een tijdje een stoel voor Max's kamer. We kwamen wel vaker stoelen tegen, maar het waren vaak grote stoelen. Ja. En nu was dit zo'n speciaal kindermodelletje. Ja. Dus heel blij mee. De Jules kinderstoel van Ikea heet het volgens mij. Maar dat is de kleinere versie en die hadden wij al, had ik al getipt. Hè? Ja. Ja, ik heb dat jurkje meegenomen. Ja, het was echt wel een... het is wel een heel net jurkje, is het. Ja, dit is er voor al je dineetjes. Hij is, van de Hennis & Mauritz en hij was 8 euro. Dus eigenlijk in verhouding dan wel weer wat duur misschien. Maar ja, hij stond wel goed, hè? Ja. Hij paste perfect. Ja. Ja, als je chic uit eten mee wordt genomen, dan doe jij hem aan. Dat is nog even het issue, zeg maar. Dat is nooit het geval. Maar wellicht is daar dan wat aan te doen. Ja. Dus misschien is dit een motivatie. Een motivatie. Laat het een motivatie zijn. Om een keer dat te gaan doen. En dan met dit mooie jurkje aan. Mooie jurkje. Dan ik, ik zie het wel zitten. Dat heb ik meegenomen. Wat ik nog meer heb. Ik heb voor mijn dochter 2 broekjes meegenomen. Die had Elma al even bij elkaar gesprokkeld. High waist, korte broek met van die gaten erin. Ja. Ja, dat high waist, dat is vaak toch wel iets wat die meiden wel willen. Ja. En niet, ik koop nog wel eens de verkeerde broekjes. Ja, want in de kringloop zie je dus heel vaak broeken en rokken hangen die dan op het eerste gezicht misschien wel leuk lijken. Maar die zijn dan allemaal laag en net wat gedateerd qua model. Maar deze, die waren allebei, ik dacht, het zijn korte broekjes. Er staat wel maat 38 in.
Nu pas een gelet. Nee, maar deze is heel klein. Hier had ik wel gekeken. Ja, deze zou ik nog aan kunnen. Deze. Nou ja, ik heb een dit lijkt echt een 34. Nee, maar weet je, die meiden doen hier ook vaak riemen bij bloemen. En dan maakt het niet zo heel veel uit. En anders doet ze het volgend jaar aan. Precies. Ik denk dat dit volgend jaar ook nog prima kan. Ja hoor. Maar nu waren ze dus voor 50% korting. Dus ja, ze waren ik was 1,75 per boekje kwijt. Dus kon ik niet laten liggen. Nee. En dan nog een gouden riem mee. Die was 1 euro. Ik heb heel vaak gouden riempjes om, bij bijvoorbeeld spijkerrokjes. Als ik dan toch nog eventjes een riempje erbij wil, dan wil je soms niet een heel groot statement maken, maar dan even voor het gemak. Mm-hmm. Dus ik altijd wel leuk als die goud is, dat kan overal bij. Mm-hmm. Dus ik was uiteindelijk 20 euro kwijt. Dus wel niet heel weinig, maar ik had wel gewoon een paar goede schoenen. Goede aankopen. Ja, en ik heb ook nog iets meegenomen, want we toevallig zagen staan rolschaatsen. Yeah. Nou, dat was heel grappig, want ze stonden bij de kassa en we dachten eigenlijk van, nou, die zijn dan vast al verkocht. Mm-hmm. Maar Annemarie ging toch even vragen en toen bleek, nou, één rolschaats heeft dus een probleem met het wiel. Dat loopt niet helemaal goed. Nee. En daarom mocht ik ze ook voor 1 euro mee, wat natuurlijk wel echt een koopje is. Ja. Maar ik denk zelf dat ik dat wiel nog wel weer een beetje aan de praat krijg. Dan ga je gewoon zelf lekker in veel. En anders, ja, ik vond het dus ook eerlijk gezegd ook leuk om gewoon een keer een foto weer mee te maken. Ja. Zijn er van die leuke gadgets, hè? Die props, je kan, die moet je af en toe ook kopen. Precies, die je kan gebruiken voor je foto's. En gewoon leuk. Geeft altijd een leuke sfeer, vooral voor de zomer. Maar, leuk hoor. Dus jij was voor 1 euro. Voor 1 euro. Kon dat dus ook wel inderdaad. Mee. Ja, dat was het eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ik vond het een succes. Ik vond het leuk om daar weer te kijken. Zeker. Nou, we hopen dat jullie het weer leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. En abonneer ook even op ons kanaal. Mm-hmm. Dat vinden wij heel leuk. Dan kunnen we naar de 7000 abonnees. Ja, en kijk op Instagram, hè. ElmaVK, keeponstyling.com. Daar laten we ook van alles zien achter de schermen. Wat we allemaal nog meer beleven. Onderweg naar die kringloopwinkel toe. Ja. In de auto. En we filmen alles. Dus volg ons ook daar. Alle juicy moments. Ja. Echt, tot volgende week. Doei.